Assemblée kan slotrekeningen behandelen. Jeugdparlementariërs hebben bewilliging reeds gedaan. En eerste windenergiekrachtcentrale in Bolivia geopend. Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op maandag 6 januari. De Nationale Assemblée wacht op president Desiré Bouterse voor de indiening van de sloten, de slotrekeningen vanaf 2001. De begrotingsbehandeling was verschoven naar deze maand, omdat de slotrekeningen nog niet af waren. Nu ze af zijn, kan worden overgegaan tot de behandeling. Ik denk in tientallen jaren een slotrekening binnen die in overeenstemming met de wet is aangeboden aan het parlement. En we hebben echter ook een achterstand van ongeveer 10 jaar aan slotrekeningen die dus niet hier zijn. Er is wat onderzoek gedaan ernaar en we hebben die dingen wel informeel. Maar er is overleg met de president om ze dan bij ons formeel in te dienen. Zodat we eigenlijk dat kunnen gaan goedmaken. Een goed overzicht hebben over wat volgens de grondwet allang aan het parlement moest zijn aangeboden. Dus als we dat hebben afgehandeld, dan kunnen we zeggen dat de regering een stap heeft gezet in een beter financieel beleid en het parlement ook. Om het financiële beleid van de overheid te ordenen, is het belangrijk dat de sloten van de ministeries nagegaan worden. Hiermee is er een beter zicht in de inkomsten en de uitgaven. In de afgelopen jaren is er nogal wat misgegaan met de financiële rapportage vanuit de overheid. Ik heb goede hoop dat de slotrekeningen van de begroting na de aanvang van de vergaderingen, dat is eind volgende week beginnen we met de huishoudelijke. Dus je kan zeggen derde week januari, dan denk ik dat we dat weer op de agenda hebben. En als we het eenmaal gaan behandelen, dan verwachten we niet dat het zo lang duurt. Omdat het natuurlijk dingen betreft die al voorbij zijn. Dus je moet hem vaststellen, er zal even over moeten worden gepraat. Maar het is niet als een begroting. Het is niet zo'n lange behandeling als een begroting. Voor Simons is de dienstplichtwet een van de prioriteiten voor 2014. De nieuwe jeugdparlementariërs hebben op 30 december jongstleden bewilligd om zitting te nemen in het jeugdparlement. John Sandriman, directeur jeugdzaken, geeft aan wat er verder zal gebeuren als president Desiré Bouterse de jeugdparlementariërs heeft geïnstalleerd. Wat er dan nu gaat gebeuren, is dat wanneer ze dat al hebben, wanneer we weten de installatie al heeft plaatsgevonden, dat je dan een openbare zitting krijgt. Ja? De eerste van de jeugdparlementariërs. En de oudste in jaren, die zal dan die vergadering voorzitten. Ja. Op die dag gaan ze dan bepalen wanneer je dan krijgt de verkiezing eigenlijk van de voorzitter, de ondervoorzitter en plaatsvervangend ondervoorzitter. Sandriman is tevreden over het vorige jeugdparlement. Hij merkt op dat jongeren steeds actiever worden binnen de samenleving. En ik merk dat het inderdaad gaat. Ja. Wat ik zie, ik verwacht ook van deze nieuwe jeugdparlementariërs, want ik heb de namen ook gezien. En ik merk dat er heel actieve jongeren in zitten. Ja. En er zijn anderen die ik niet ken, maar daarom gaan we ze trainen, zodat ze dan weten hoe ze de zaken moeten doen, hoe ze moeten vergaderen, hoe ze moeten communiceren, noem maar op, al die dingen. Dus ik verwacht dat deze nieuwe groep, dat die het ook heel goed zal doen. Vanaf morgen, 7 januari, zullen de brandstofprijzen bij de Solpomp-stations worden aangepast. Door de fluctuerende trend van de wereldmarktprijs voor brandstof is het noodzakelijk om nieuwe consumentenprijzen voor motorbrandstof vast te stellen. Voor diesel zal per liter SRD 4,91 worden betaald in plaats van SRD 4,78. De oude prijs van unleaded benzine zonder additieven is SRD 4,43, maar vanaf morgen wordt dat SRD 4,80.
Voor unleaded benzine met additieven, de zogenaamde V-Power, betaalt de consument in plaats van SRD 449 nu SRD 486. Dropouts krijgen de kans deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Middels het tekenen van een contract van 6 maanden bij de bouwsteen is de 4e groep vandaag gestart met het leerwerktraject van drop-out tot bouwvakker. Samen met hun ouders of verzorgers werden ze op de hoogte gebracht van de uitgestippelde procedure. Voor Roger Anders, coördinator van het leerwerktraject bij de bouwsteen, is het een stap naar het grote werk. Het regulier onderwijs kan niets betekenen voor deze jonge mannen en dus is het vinden van werk niet zo makkelijk. Het is echt een leerwerktraject, dus het is leren en werken als combinatie, wel als opleiding. Dus er wordt wel gewerkt, maar er staat geen gewoon salaris tegenover, omdat ze nog in opleiding zijn. Ze krijgen wel eens wel een vergoeding, dat ze niet, zeg maar, tegemoetkoming, dat ze in hun basisdingen zelf kunnen voorzien. Jullie hebben het zodanig ook professioneel opgesteld om een contract erbij te halen, of ja, dat ze ook ondertekenen, ook met de ouders. Waarom? Ik vind het heel belangrijk dat het niet vrijblijvend is. Wat ik al zei, het zijn vaak jongens van wie dit de laatste kans is. We maken ze klaar voor het echte werk. Als het goed is, komen ze straks ook bij een bedrijf te werken waar ze misschien een contract moeten tekenen. We willen ze nu al meegeven van, hey, je hebt ja gezegd tegen iets van 6 maanden. We willen ook dat je voor die 6 maanden gaat. En op het moment dat je dat echt in een contract opstelt en iemand tekent daarvoor, dan is die zich daar ook meer van bewust. En hopelijk ook meer bereid om er ook helemaal voor te gaan. Uit een selectie van 11 jonge mannen woonden 10 met hun ouders of verzorgers de introductiedag voor hun eerste opleiding bij. De meeste van de jongens hebben geen kans meer om een verdere opleiding te volgen. Erwin Hazenhoef zegt God dankbaar te zijn voor deze grote uitdaging en geboden kans. Ik woon met een broer van de gemeente bij mij, want ik zit in de gemeente Logos International. En die broer van de gemeente had contact gemaakt met de steenbouw. En hij heeft me gezegd, hey, zo smal, zo breed. Ben je bereid? Ik zei, ik ben bereid, ja. En ik mag vandaag hier staan, snap je? Dus het is voor mij een grote eer om dat aan het. Wil jij zelf ook bouwvakker worden? Wel, het is een moeilijke vraag. Want ik ben iemand, ik hou persoonlijk niet van bouw. Okay. Snap je? Maar als er nergens is waar je kan passen, moet je toch van iets gaan wat je kan doen. Dus het is voor mij een grote uitdaging. En belief in jezelf, snap je? Okay, wat wilde je zo graag doen? Ik wil graag een top schilderaar zijn. Ik wil, zolang iemand nog zo mee is, moet ik me verf kunnen ze maar bellen. Hey, ik kan voor mijn verf of misschien een steen trekken, snap je? Een tapper. De jonge heren zullen worden getraind op vaktechnisch gebied en in sociale vaardigheden. Misschien wat jullie gewend zijn, dat wij ter plaatse op het bouwwerk zelf, op het huis, dat we daar een kap in elkaar gaan timmeren. De bouwsteen heeft ruim 25 jonge mannen een cursus bouwvakker geboden. Zij zijn in 2010 gestart met een eerste lichting. Slecht onderhoud van onze infrastructuur door de jaren heen maakt dat Paramaribo onder water loopt bij elke regenbui. Dit concludeert minister Robin Permisser van Openbare Werken. Omdat onze infrastructuur niet berekend is, niet gebouwd is, die zijn hier lang terug op zo'n waterval, in die zin van in zo'n korte tijd zoveel water te verwerken door onze kunstwerken, rioleringen en zo. Dat is 1. 2 is, en we hebben achterstand in onderhoud. We hebben de sluizen, et cetera, zijn niet adequaat, niet voldoende. Het derde is, door de zeespiegelstijging hebben we enorme druk vanuit het noorden, maar ook dat gaat naar de rivieren en het water kan beter. De OW-topman zegt dat er nog veel werk aan de winkel is. Hij geeft aan dat onze infrastructuur niet afgestemd is op de veranderingen die zijn opgetreden in het klimaat. Een van de belangrijke zaken is dat het gedrag van de gemeenschap moet veranderen voor wat betreft het omgaan met afval. Dat is heel erg, want heel wat delen van Paramaribo in de straten, dat merk je dat het water niet
afgevoerd kan worden, omdat de afvoerput of al wat. U is er versteld van staan wat we uit enkele afvoerputten halen. Zakken en zakken vullen, petflessen. En dat was mijn bijdrage aan het journaal. U krijgt zo meteen te zien de weersverwachting. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.